Goedemorgen iedereen. Welkom bij weer een nieuwe video. Amai, mijn haar. Ik ben echt zo uit bed gekomen. En de resultaten van het geslacht van de baby van Nick en Celine zijn er. En aangezien dat ze een gender reveal party zou gaan doen, ga ik degene zijn die het geslacht eerst gaat zien en degene zijn die de verrassing voor het gender reveal klaarmaakt. Dus we hebben ballonnen en zo ballonnen met confetti ook, zoals deze van boy or girl. En dan moet je die vullen met een gekleurde confetti. Roze van een meisje, blauw van een jongetje. En dan moeten zij die openprikken. Dus ik ga nu naar daar rijden, want de brief is aangekomen van de niptest. En daar staat het geslacht in. En zij kunnen dat dus niet openen, aangezien dat zij anders het geslacht al weten. Dus ik ga nu vliegsvlug, ik heb me echt keihard gehaast, naar daar rijden. En dan ga ik de brief openen, kijken wat het is. En ik denk dat ze dan deze avond nog de gender reveal party gaan doen. Of morgen, ik ben nog niet zeker. Maar ik denk deze avond. Celine kennende kan die niet wachten. Maar dat is ook kei spannend. Ik ben echt benieuwd. Als ik een pronostiek moet doen. Pronostiek klinkt zo. Maar als ik moet gokken. Wat? Ik denk heel tijd een meisje. Ik weet niet waarom. But ik denk gewoon heel tijd een meisje. Maar het kan even goed een jongen zijn natuurlijk. Dus ik ben heel benieuwd. Op naar Beringen. Dan zullen we het misschien in deze vlog weten. Who knows? Ik ben ondertussen heel even terug thuis bij deze peoples. Hey! Hey! Ik heb me net even wat eten gemaakt. Het is 2:30. Ik ga eten, video monteren en dan wil ik naar de fitness. Dus ik hoop dat ik dat haal. Want om 6:00 moet ik terug bij Celine zijn. Dan gaat de om 8:00 is de gender reveal party, maar we gaan alles klaarmaken om 6:00 al. Dat is kei spannend. En ondertussen loop ik al 3 of 4 uur rond met het geslacht. Ik weet wat het is. Dat is kei spannend. Ik heb proberen mij zo normaal mogelijk te gedragen. Ik denk wel dat dat lukt. Want ja, Celine is toch nog altijd heel tijd zo aan twijfelen. Ah, mijn laptop gaat aan. Aan twijfelen. Dus ja, ik denk niet echt dat ze het kan merken aan mij. Ja, ik zou ook niet weten hoe. Maar je weet nooit. Dus ja, straks is het zover. Dan ga ik de ballon vullen. Maar het is alleszins al gezond. Alles is gezond. Dus dat is wel heel goed. En ben ik heel blij mee voor hun. Dus dat is ook het belangrijkste natuurlijk, maar ja, straks het geslacht. Ik eet een broccoli soepje van mijn mama en dan 2 crackers met krabsla en koriander. En als ik nog wil, dan ga ik nog wel crackers nemen met krabsla en koriander. En dan ga ik naar de fitness. Celine stuurt me trouwens de hele tijd. Nu denk ik toch terug een jongen. Deze morgen dacht ze een jongen, daarna dacht ze een meisje. Nu denkt ze dus terug een jongen. Hoewel. Ik zeg eeuwige twijfelaar. Het kan niet wachten. Dan nog even. Woehoe! I could stay like this, forever following you. Just don't get too far. Ik ben terug van de gym. Goed cardio gedaan. En goed, wat heb ik nu nog gedaan? Ah ja, ik heb een klein beetje abs gedaan en een klein beetje poets, maar niet echt heel veel. Ik ga nu iets eten. Ik weet niet wat ik ga maken. Is er nog rijst? Ah. Ik denk dat Sam de rijst heeft weggegooid. Ah, maar ik ben dood. En de video van dat Celine en Nick zeggen dat ze zwanger zijn tegen familie en tegen ons, tegen mij en Sam, was online.
Dus ik was in de fitness aan het kijken. Ik moest keihard wenen, want ik was weer heel veel vergeten hoe dat was. Ik moest echt keihard wenen in de fitness. Dus mensen zullen gedacht hebben, oké girl, oké. Maar ja, ik stond daar echt zo op de trappenmachine te lachen eerst keihard en dan te wenen. En ja, het was wel... Het was me er iets. Maar ja, dat was van gelukken. Alrighty, food is ready. Dit is wat dat ik eet. Kippenworst met zoete aardappel en courgette. En de saus die je zo wel ziet is... Sorry, ik heb trouwens dat lijntje in mijn mond van de camera. En anders hangt dat zo. Dat is ook al betaald. En de saus is zoetzure saus, 0 calorieën. Dus smakelijk! Food is gone. In here. En nu ga ik... Oh man, ik heb zoveel spierpijn aan mijn benen. Oh, mijn achterbenen. Of hoe noemt dat? Mijn... Ik weet niet hoe dat noemt. Ik wil zeggen quads, maar ik denk niet dat dat zo noemt. But, nu ga ik kijken wat ik ga aandoen voor de gender reveal party. Ik dacht aan een nieuw blouseje. Maar dat is lichtblauw. En dan gaat Celine al onmiddellijk denken. Ah, is lichtblauw? Het wordt een jongen. Dan dacht ik, ah nee, ik ga een nieuw roze blouseje aandoen. Toen dacht ik, nee. Dan gaat hij denken, het is een meisje. Ah, dus ik ga niks aandoen. Een lichtblauw of lichtroze. Of in die kleuren gewoon het algemeen. Ik ga iets anders zoeken. Ik weet echt nog niet wat. Maar ik heb trouwens echt... Mucho's rommel weer. Die zak voor de verkoop staat er nog altijd. Maar we gaan binnenkort een verkoop doen. En hier liggen allemaal nieuwe kleren van de collectie van Totally Too. Zoals jullie weten houden wij ook wel zelf onze collectie. Alleen wij kopen dat voor ons eigen aan. Omdat je natuurlijk toch wel, vind ik, als merk, als gezicht van een merk, je eigen merk moet dragen. Dus ik probeer ook echt zoveel mogelijk Totally Too te dragen. Oké, ik ga iets kiezen. En dan laat ik het jullie zien. Dit is mijn outfit. Oh, ben ik nu niet te zwart? Ja. Lijkt juist alsof ik naar een begrafenis ga. Oké, ik ga toch nog iets anders pakken. Oké, ik heb gekozen na 200 keer verwisselen. Oké, nee, maar wel 2 keer. Ik ga dit topje van Totally Too aandoen. De lichtroze golf van Totally Too, zwarte broek. En dan ga ik nog schoenen zoeken. De witte met parels. En dan zijn ze. Deze ga ik er nog bij doen. Celine is er klaar voor, denk ik. Ja. Aan die kant hangen er wel veel meer. Ja. Ja, op een camera is dat niet zo mooi. 3, 4, 6. Kan dat? 3, 4, 6. 3, 4, 6. 8, 2, 4. 6, 7. Huh? Dat lijkt veel meer. Als je verder staat, ziet je dat, ja. Hoe? En waren ze? Er waren er toch 16? Ja. 2, 4, 6, 7. Hè? Is er niet één kapot? Nee, dat was de A van de baby. Ah, maar hadden de hondjes niet ene genomen? Ah, maar hier. Oké. Oké. Die moest nog. Oké. Ik ga de ballon vullen. Dit is de ballon. Ik heb ook nog de brief meegenomen. Met de uitslag erin. Om toch nog eens zeker te kunnen checken dat ik juist ben. Allee, dat het juist is. Dat ik er het juiste in doe. Oh, ik ben heel zenuwachtig. Maar oké. Ik hoop dat het gaat lukken en dat er niks misloopt met de ballon. Maar het zal wel niet zeker. Let's go. Oké, het zit erin. Ik heb de ballon gevuld met kleur. Jullie weten nu toch al wat het is, want mijn vlog komt later online natuurlijk. Want ja, aan hun de eer voor de reveal. Ik ga de reveal zelf niet filmen. Die kunnen jullie bekijken op Nice Family. Ik zal daarna wel filmen als ze weten wat het is. Ja, spannend. Ik ben blij dat ik het na de hele dag mag vertellen zelfs. Allee, niet vertellen, maar... Dat ze het kunnen zien. Het is een jongetje. Woehoe.
Zijn jullie blij? Heel blij. In koor. En jij, zijn jij blij? Heel blij. Yes, I'm very happy. Yes, broer. Je bent hier de enige jongen van mensen. Ja, dat is waar. Wij zijn thuis. Het is dus een jongetje. Woehoe. Ik ben wel blij. Ik had... Ja, dat is ook raar om te zeggen, maar ik had liever gehad dat het een jongetje was. Ik weet niet waarom, maar ik ben wel zo echt voor jongetjes, baby's. Ik vind dat super schattig. En ik denk ook gewoon voor mezelf dat ik later een jongetje wil. Dus misschien daarom. Maar ik had wel gedacht dat het een meisje ging worden. Ik had zelf gegokt op een meisje. Maar ja, toen ik deze morgen dan de brief zag, daar zag ik staan mannelijke foto's. Dus dan wist ik dat het een jongetje werd. Ik ben wel echt heel blij. Dat gaat echt een super schattig manneke zijn. Echt zo'n super cute babytje. Dus ja, ik vind het echt super leuk voor hun. En ja, zij waren ook wel blij. Ze hadden eigenlijk echt geen enkele voorkeur. Ik denk dat ze nu ook wel vandaag zo wat dachten dat het een jongetje ging worden. Maar vaak ook gedacht hadden dat het een meisje ging worden. Maar uiteindelijk kun je dat toch nooit weten. En als het gezond is, dat is het belangrijkste. Dus ja, ik ben super blij. Oh, ik ben wel blij toen het moment daar was dat ze de ballon prikte en iedereen het wist. Want ja, de familie en zo was er ook. En die zeiden dan, ah, jij weet het. En dan dacht ik, ja, maar probeer het niet uit me te sleuren. Want ja, ik weet niet, ik vind dat toch zo moeilijk om zo te verzwijgen. Zeker voor Celine. Maar ja, natuurlijk, het is voor goede dingen, hè? Voor een good cause. Hè? Het was natuurlijk wel veel leuker op deze manier dan dat ze zelf zo de brief gewoon hadden opengedaan. En hadden gezien dat het een jongen was. Dit was zo meer tof. Maar oké, Sam is nog in de auto iets aan het eruit halen, ik weet het niet. En ik ga denk ik nog snel een paar handdoeken plooien die gewassen zijn. En dan ga ik slapen, maar Sam is direct ook binnen. Trouwens, we hebben hoesjes op Totally Too. Ik weet niet of die er al op staan, maar ik denk het wel. En anders morgen, op dinsdag... Maar ik denk wel dat ze erop staan. Dit is er één van. Dit heb ik op mijn gsm. En er zijn er nog mooie met lipjes en met zo leaves, blaadjes. Echt super mooie hoesjes. Ik ben er super blij mee. Oké, ik ga alleszins de vlog hier afsluiten. Hopelijk vonden jullie het een leuke vlog om mijn kant ook eens te zien. Want ja, ik was natuurlijk degene die het hele dag geheim moest houden. Dus ik hoop dat ik het goed heb gedaan, maar ja, ik denk het wel. Ik was wel blij, moet ik zeggen, dat ik niet de hele dag met Celine was. Want we hadden gepland om gewoon de hele dag samen te zijn. Maar ik had gezegd van, laten we wat we vandaag nog hebben gepland, morgen doen. En dan ben ik eigenlijk, ja, rond hoe laat was ik thuis? 2:30 of zo, tot 6. En dat vind ik wel goed, want anders had ze het misschien uit me gekregen. En dat is niet wat ik wou. Maar ja, alleszins is goed gegaan. Ik ben heel blij. Oeh. Hey. Oh, Shelleke gevalt. Ah jij. Oh, Shelle springt zo. Oeh. Kom, oh Garm. Kom hier. Oh, hey. Oh, Garm. Oh, hey. Oh, Shelleke. Man. Nu springt hij eraf en die valt. Die is echt soms zo klungelig. Maar ja. Doe nog eens voor de zoveelste keer de thumbs up. Laat een leuke comment na. En wij zien jullie morgen. Oh.